De PVV wil het gelijkheidsbeginsel afschaffen, het leger inzetten als politiemacht op straat, boeken verbieden die haar ideologisch niet aanstaan en gevangenisstraffen voor volwassenen uitdelen aan kinderen vanaf 14 jaar. Of zoals het NOS-journaal het samenvatte. De PVV pleit in zijn verkiezingsprogramma voor de terugkeer van de oer-Hollandse gezelligheid. Mens erger je niet aan het fascisme, wil de NOS maar zeggen. Gezelligheid kent geen tijd, dus ook geen geschiedenislessen. Anders nog iets, Jeroen Overbeek? Verder wil de PVV de grenzen sluiten voor alle asielzoekers uit islamitische landen. En Syrische migranten moeten het land uit. Ook wil PVV-leider Wilders hoofddoekjes en het islamitisch onderwijs afschaffen. Einde item. Ooit zo terloops de intentie tot het schrappen van 4 grondrechten, het instellen van een kledingverbod en de deportatie van 100.000 mensen op basis van nationaliteit aangekondigd gezien? Het contrast met een jaar of 20 geleden kan haast niet groter. Toen Pim Fortuyn in februari 2002 in een interview met de Volkskrant voorstelde het verbod op discriminatie te schrappen, las presentator Job Friso live in het NOS-journaal artikel 1 van de grondwet voor. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Hield daarna het partijprogramma van de Centrumdemocraten omhoog en hielp de kijker in herinnering. En voor alle helderheid, er is maar één partij die eerder durfde voor te stellen dat artikel te wijzigen. En dat was de extreemrechtse CD van Jan Maat. Inmiddels zijn we 20 jaar aan complottheorieën over linkse kerk en mainstream media, demonisering van PVV-meeuwen en Minerva-uilen en onderdrukking van wakker en ongehoord Nederland verder. En niet zonder resultaat. De NOS brengt het afschaffen van het fundament van een rechtsstaat als luchtig kortje tussen lokaal parkeerleed en het weer van morgen. Zoals de Russische schrijver Fyodor Dostojevski al eens zei, de mens, de schoft, die went aan alles. En Frits Wester, politiek verslaggever en boegbeeld van RTL Nieuws. Wat vind jij er eigenlijk van? De PVV heeft deze keer meer werk gemaakt van het verkiezingsprogramma dan in 2017, toen het slechts één A4'tje besloeg, aldus Frits. Het geeft nu meer inzicht en zit meer gedegen in elkaar. Een helder programma. Frits over Mein Kampf, met 880 pagina's, een ambitieus debuut. 4 sterren. Noem het gerust de voltooide normalisering van het moderne extremisme. De als journalistieke neutraliteit verkochte nonchalance waarmee dit soort gedachtegoed tegenwoordig verslagen wordt. Er stemmen nu eenmaal heel veel mensen op, luidt dan het onvermijdelijke verweer van de neutrale journalist. Don't shoot the messenger. Een logica die neerkomt op, als het fascisme maar populair genoeg is, kun je het niet meer veroordelen. Marktaandeel als beschermengel van de onderbuik. Objectiviteit als gedoger van de radicaal. Of, zoals René van der Gijp ooit over spreekkoren stelde, als er 60.000 in een stadion roepen, je moeder is een hoer, dan zal er wel een kern van waarheid in zitten. We meten het niveau van een cultuur niet af aan de onverbloemde trivialiteiten die zij voortbrengt, maar aan wat ze als belangrijk voorspiegelt. Aldus de Amerikaanse mediasocioloog Neil Postman in zijn standaardwerk Amusing Ourselves to Death uit 1985. Speaking of belangrijk, nog nieuws uit Washington. Michiel Vos, Amerika-correspondent van RTL. We zijn helemaal verslagen, sprak hij op die historische 6 januari 2021. De dag van de gewelddadige aanval op het Amerikaanse Capitool. We hebben het niet over de hertelling of de telling van de presidentiële kiesmannen hier in Washington. Nee, we hebben het over Kim en Kanye. Prachtig onderwerp natuurlijk. Ze gaan scheiden, ging het gerucht. Kop boven het item. Michiel Vos, dubbele punt. Amerika verslagen door nieuws Kim en Kanye. Goed, dat is dan RTL Boulevard, kun je zeggen. Maar waar houdt vermaak tegenwoordig op en begint het nieuws als ze min of meer inwisselbaar zijn geworden? Of zoals Postman zei, het probleem is niet dat televisie ons vermakelijke dingen voorspiegelt. Het probleem is dat televisie alle dingen voorspiegelt als vermaak. Het medium waar een aanslag op het centrum van de Amerikaanse macht in nog geen 24 uur tijd een mode-item is geworden. Miljoenen Nederlanders waren gisteren aan de buis gekluisterd toen tijdens de bestorming van het Amerikaanse Capitool door aanhangers van president Trump. Ja, live was te zien hoe de relschoppers met geweld het gebouw binnendrongen. USA! En deze man was een van de opvallendste figuren. Het is Jake Angeli. Een extreemrechtse activist en een leider van QAnon. Een beweging die complottheorieën verspreidt.
Hij draagt een opvallende bondmuts met grote hoorns en heeft zijn gezicht beschilderd. Ja, voor veel Trump-aanhangers een herkenbare figuur. Volgens deskundigen moet je ook goed nadenken over je outfit als je ergens tegen in opstand komt. Editie NL, voor al uw kledingtips tijdens het omverwerpen van een democratie. En vanwaar dat belang van een opvallende outfit, vraagt u? Bart is fotograaf voor het ANP en dus vaak bij dit soort demonstraties aanwezig. En voor hem geldt, hoe gekker, hoe beter voor de foto. Excentriekelingen vallen het meest op. Ja, ze krijgen de aandacht van mensen die denken van hey, maar die verwoorden precies wat ik voel. En ze krijgen de aandacht van media. Kleding maakt de gek, zoals de gek het nieuws maakt. Mediacirkel weer rond. Nog een slotwoord over de meest zorgwekkende aanval op de Amerikaanse democratie sinds de burgeroorlog van 1861. Steef? Het zou een mooi kostuum zijn voor carnaval. De pan? Nee, die outfit. Oh, die outfit, ja. Oer-Hollandse gezelligheid.